welkom terug bij Vitalimo Vlogt. En waar zou ik vandaag zijn? Dat is een domme vraag, want ik heb dat al reeds in de beschrijving gezegd. Maar kijk, als ik mij nu eventjes omdraai, dan zie je staan welkom, welkom, welkom. Ik voel me ook welkom. Het is de tweede dag op een rij dat ik terug in Binnenwaarde was. Gisteren was ik ook hier ook. Dat kan je nog zien in de vorige vlog. Ja, ik ben nog niet lang uit mijn bed, heerlijk gezegd, dus ik val wel weer wat over mijn woordjes. Maar we gaan terug. Een dagje plezier beleven hier in Binnenwaarde. Ik heb afgesproken met Florian vandaag, dus Florian is er ook bij. Die was er gisteren niet bij en ik ga jullie nog meenemen in een aantal zaken die ik gisteren niet bezocht. Onder andere deze Inkom of Mexicoplein heb ik gisteren eigenlijk niet gedaan, of de vorige vlog niet gedaan. En ik kan ook al meteen zeggen dat het parkingeuvel waar ik de vorige vlog over had, ondertussen opgelost is. Er staan mooie bordjes nu die je begeleiden richting de parking van Parking Mexico. Maar goed, ik ga maar naar binnen gaan, want als ik niet binnen ga, dan blijf ik buiten. Ja, nou maar aangekomen en we gaan nog een hapje aan doen. Ja, hapjes doen, dat moet je altijd doen. En dat heb je nu eenmaal als je maar tegen 12 uur aankomt in een park. Maar een van mijn favoriete restaurantjes hier in Binnenwaarde is open en ben ik gisteren geweest. En dat is de... Ik ga me omdraaien. Hier achter mij de Texas Grill. Joepie, joepie. En ondertussen is Florian er ook al bijgekomen. Dus die zou je nu en dan wel een keer zien rondhoppelen, huppelen in het beeld. Maar we gaan kijken dat we iets kunnen eten. Ze zijn er weer, de ribbekjes. We gaan even proeven of ze nog altijd lekker zijn. Ik ga niet veel meer filmen nu, want anders wordt mijn eten koud of zo. Dus ik ga eten, smakelijk, tot ze biedt. Zoals dat je zag, storingsjes kunnen gebeuren. Er was eventjes een storingsje op de River Splash. Maar dat werd snel opgelost dankzij het fantastische personeel van de technische dienst hier in Binnenwaarde. Maar we gaan een stapje verder. Hey! Hey! We zitten op de splash. Weer al nat. Waarom doen we dat toch? Gewoon omdat dat leuk is, denk ik. En het werd, dus tot precies één uur of gisteren. Vooraan ziet het zitten. Ja. Ik heb er weinig zin in. Ik heb het gevoel dat het een natte ervaring zou worden. Ik ben daar zeker van. Dus ik wil niet zo nat zijn als gisteren. Dus heb mijn jas dicht doen. Ik vind dat die vrij wild staat. Ja, ik vind het ook. Het is precies of dat er... Ja, ik vind dat ook. Florian is hier wilde verhaal aan het vertellen voor een zinnenvlog. Allemaal kijken, zou ik zeggen. Ja. Oh, ik vind dat ook nog te maken. Lach niet. Er zijn nog zekerheden in Binnenwaarde. Iets die niet veranderd is met vorig jaar, dat is hier achter mij. De worst van Pol, dat is nog altijd heel een brol. En die mensen doen dat altijd met even veel plezier. Dus als ik er voorbij kom, een keer zo en een keer een goede dag zeggen aan Pol. Ik denk dat hij dat wel graag heeft. Denk het toch. Maar dat niet zeker. Maar goed, kijk, de worst van Pol. Ook dit seizoen terug aanwezig hier in Binnenwaarde. Oh. Ja, ondertussen zijn we hier al terug. We hebben nog een Bengal Expressje gedaan. Ik heb dat niet gevlogd, maar dat ik dat in de vorige vlog gestoken heb. Maar wat er ook wel een beetje vernieuwd is hier in Binnenwaarde, dat is het geluid. Als je hier wandelt, dan
hoor je een zeer mooi geluid uit de speakers komen. Dus ik heb wel een sterk vermoeden dat dat wel een beetje vernieuwd is of eraan gewerkt geweest is. Maar wel leuk, het zorgt wel voor wat meer sfeer in dit themadeel van het park. De mensen van Jutland. Dat iedereen stiller, ja. Ja, daar gaat Florian, wat beter Florian dan ik, want het is een type attractie waar ik eigenlijk niet zo van hou. Ik ben er nog op geweest vroeger, maar ja, geen fan van, maar ja, het is niet maar een waterattractie. Waar we straks ook nog naartoe gaan, moet ook gebeuren. En dan gaan we dat ook doen. Basic. Maar wij gaan al kijken naar de Niagara. Veel lawaai. De Niagara, maar ik denk dat het wel een beetje gek is om daar nu op te zetten. Want eigenlijk ga ik daar ook wel, maak ik daar ook wel graag een ritje op, maar ik heb geen zin om doornat te worden, want de temperaturen zijn nog niet daar. Maar hoe? Ondertussen is de Florian er bijna vanaf. Ik zit daar echt in. Voilà, dat was zijn ritje op de Screaming Eagle. Ja, hier in de buurt of hier achter mij had je ook de ingang van de show, de parkshow. Maar die is er nog niet. Die is pas later dit seizoen, denk ik een maandje of zo voor de zomer. Maar die gaat er dit jaar helemaal anders uitzien, hoorde ik al. Of men is toch, of men kon dat toch al aan. En er is ook al een logo te vinden op sociale media. Ik heb dat toch in ieder geval al ergens tegengekomen. Waaruit blijkt dat de show niet meer bij de themazone van Canada gaat behoren, maar eerder in die, de zone van de Indische sfeerzone. Want het logo neigt er wel toch wel sterk naartoe. Ik zag daarnet toen dat ik passeer dat er ook wel wat verschillende werken nog aan de gang zijn. Dus eigenlijk ook wel iets om terug naar uit te kijken als je naar Bellewaerde komt. Dat is te zien of dat die duikshow die er vroeger was, of die stuntshow of wat dan ook. Of dat die er beter gaat uitzien of niet. Dus dat gaan we wel zien. Dus ik zou zeggen, volg mij op mijn kanaal verder. En dan ga je dan misschien wel zien wat er gaat van worden. Dan zou ik dan zo wel een beetje zeggen. Maar ondertussen is er ook een heel klein beetje aan het regenen. Ja, voor zij die vandaag een regenverzekering hadden gehad, ja, die zijn er ook aan voor de moeite. Want het is nog niet genoeg geregend om van die verzekering gebruik te maken. Maar goed, ik denk dat stilletjes aan tijd is nou dat het regent om even ook wel een beetje nat te gaan worden opnieuw. Want rappetijd, altijd fijn, altijd leuk. Misschien dat ik nog wel een rappetje ga doen, dan kan ik wel afstappen als ze biedt een keer aan passeren. Zie. Ben je nog even terug, van op dezelfde plaats zoals dat net. En wat er mij nu ook net opviel, want ik zit hier aan de overkant van de ingang van de Wakala, want Florian wou even een paar ritjes Wakala maken. En hij neemt deze keer niet de gewone wachtrij, want de Single Riders wachtrij, die is hier geopend. En dat is ook wel de eerste keer, dacht ik, want in Hans coronatijdperk kon die Single Riders niet open. Eigenlijk Florian net direct de Single Riders genomen en direct kunnen opstappen. Wat wel leuk is dat je op die manier de rij kan voorbij steken. En het voordeel is ook dat alle treintjes nu volledig opgevuld worden door mensen die deze rit willen maken. Weet je, voor mensen die naar de Wakala komen. En je vindt het niet erg om bij iemand anders te zitten. De Single Riders zijn open en dan gaat het wel sneller. Het zal misschien wel veel gebruikt worden bij drukke dagen deze zomer of zo. Ja, het is rappetijd. Maar er staat wel meer volk op gisteren. Mooi, ja, want toch een rappetje doen. Het is een rappetuin. Oh nee.
Florian hier prijs. Florian hier prijs. Nee, ik heb prijs. Florian prijs. Halleluja! Dames en heren, we zitten voor de verandering nog een keer op die supersnelle attractie. De Jungle Mission. En dat doen we alleen nog maar omdat Florian zoveel mogelijk attracties wil doen op deze dag. En dat ga je momenteel aan hoeveel zit hij hier? Aan 19, 17, wat hoeveel was het? Met deze bij 21. Oké, 21 attracties op een dag. Maar is dat dan de verschillende ritjes bijgeteld? Ja, ja, dus 21 totaal. 21 attracties totaal. Ik zit er toch aan 4. Nee, 5. Ik weet het niet, ik heb het helemaal niet geteld. Ja, ja, maar het is wel leuk. En daarom zitten we op de Jungle Mission. Ik ging dat vandaag niet doen, omdat ik dat hier veel te heftig vind. Maar... Oei, het zijn hier bloempotten aan de zijkant. Ja, maar toch doen we dat een keer op te relaxen enzovoort, mok ik. We naderen het Indianendorp. Wat als ze ons weer gaan doen verschieten. En ik weet al iedere keer wel dat dat gebeurt. Dat is hier een schrik-effect in. Maar toch schrik ik er iedere keer van. Maar ik heb gisteren geleerd, op het moment dat die pijl omhoog gaat van die ene Indiaan. Voilà, nu. Nee, nu. Voilà, nu dus. Dus ik verschiet dan. Oh, ja, kijk, en dat is 2 keer. Dat is de schuldige. Dien en Indiaan. Hij is dan een beetje aan het lachen. Wee. Ha, 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 ha. Ah, ah, ah. Een verschil met gisteren. Als je de vorige vlog bekijkt, dat was dat blauw reddingssloepje die daar achter die een tak zit, zoals die daar zit. Ah, ze hebben het uit het water gehaald, want het was verzogen. Ja, ja, dus ze staan hier niet stil in Bellewaerde om de werkjes uit te voeren. Of ze... Maar goed, we gaan nog een stapje. Nee, nee, een bootje verder. Wat pees je? Dat ik pees? Ja. Dat ik in de zonnebril vergeten zit. En dat ik in de zon kan en dat ik dat niet goed heb, maar dat ik toch nog een ritje de boom aan maak. Oké. Okay. Voilà. Go, go, go. Terwijl dat Florian nog een ritje gaat maken op hier de boemerang, ga ik hier deze video nu al afsluiten, want de dag is bijna op ten einde. Ik ga ietsje vroeger weg dan normaal, want ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje moe van gisteren de hele dag hier altijd geweest te zijn en mijn bellen waren vandaag ook. Dus moet ik wat uitrusten om de komende tijd terug naar een aantal parkjes te gaan. Maar kijk, ik ga dit vlogje hier afsluiten. Ik hoop dat je het wel leuk vond. Als je het leuk vond, geef zeker dan een duimpje, maar liefst eentje omhoog. Abonneer op het kanaal mocht je dat niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag, maar dan ook heel graag, ontzettend graag terug in de volgende film, vlog of wat dan ook. En nu ga ik zoals iedere keer jullie uitzwaaien. Toedeloe, bye, joekes, joe, joe, joe.